Nou, ik vind het op zijn minst ongehoord. Ik vind het echt ongelooflijk dat hij het lef heeft om dat te zeggen. U weet, we hebben in het begin van de crisis ging er een vliegtuig vol met hulpmiddelen, mondkapjes naar China. Mm-hmm. We hadden toen zelf tekort en de focus lag toen al heel erg op de ziekenhuizen in plaats van de verpleeghuizen. En wat afgelopen weken is gebleken is dat het ministerie in een 1-2'tje met het OMT van Dissel die richtlijnen gewoon heeft aangepast. Heeft gezegd, nou ja, die mondkapjes waar we te weinig hebben zijn misschien niet zo erg nodig als dat ze eigenlijk toch bleken te zijn op dat moment. Nou, er zijn niet alleen verpleegkundigen overleden. Maar tot september 2020, zegt ook het rapport van de heer Van Dissel van het OVV, viel ongeveer de helft van de doden in die verpleeghuizen. Dus als je hebt samen met het ministerie hebt toegelaten dat er is gesjoemeld in je adviezen aan de Kamer, waar ontzettende harde gevolgen, gewoon mensenlevens. Ik zeg niet dat hij er verantwoordelijk voor is, maar dat is wel het gevolg geweest van het gebrek van de hulpmiddelen. En dan het lef hebben om te zeggen, ik zou het net zo doen. Ja, ik vind het is ongehoord. Maar wat betekent dat? Hij zegt namelijk ook, ik wil pas later, u zei Van Dissel, maar je bedoelt hem in de Dijsselbloem, hè, pas later op het rapport van Dijsselbloem reageren. Ja. Desalniettemin, hij zit er nog steeds als degene die verantwoordelijk is voor de crisisaanpak. Moet dat zo blijven? Nou ja, ik vind eigenlijk van niet, zeker na die uitspraak van ik zou het opnieuw zo doen. Maar zijn verhaal, wat hij dus ook gisteren heeft gezegd van we zullen er, ik wil er wat langer over doen, meer reflectie. Ja, dat is natuurlijk totaal ongepast. We moeten onmiddellijk, moet er een advies komen, moet er een reactie komen van het kabinet. Zij moeten ook reageren. Er komen nog meer onderzoeksrapporten aan. Ik vind ook dat die enquêtecommissie waar de Kamer al toe heeft besloten snel zijn werk moet beginnen. Dit moet niet op de lange baan. Dit moet acuut worden behandeld. En de heer Van Dissel heeft een groot probleem. En dat wil zeggen, want u zei net tussen neus en lippen door, nou, van, nou, ik vind eigenlijk van niet. Vindt u nou ja, eigenlijk van niet, iemand, of vindt u van iemand niet? Iemand die nogmaals heeft toegelaten dat het ministerie, wat de heer Dijsselbloem in zijn rapport schrijft, wat Nieuwsuur ook heeft laten zien, dat het ministerie invloed heeft gehad op de OMT-adviezen die de Kamer heeft gekregen. Mm-hmm. Wij als Kamer wisten niet dat er dus gewoon, ja, gewoon gesjoemeld is met die stukken. En die dan nog zegt, het kan, ik zou het opnieuw gewoon hetzelfde doen. Als hij een beetje eergevoel heeft, dan zou hij vandaag nog zijn biezen pakken.